Van het een kwam het ander. Op 17-jarige leeftijd raakte ik zwanger. Ik voelde me gewoon niet goed. Ik zat in de vierde klas, maar ik voelde me gewoon niet lekker in mijn vel. En toen zijn we een test gaan doen bij Stichting Lobby. En wat bleek? Ik was zwanger. Mijn hele wereld was op zo'n kop. Ik dacht, boy, wat ga ik nu aan mijn moeder en mijn familie vertellen? Wat gaan ze van me denken? En hij ook van, wat moet ik aan mijn ouders zeggen? Dus we hielden het schuil. We zijn toen zelf naar verschillende doktoren gegaan om te kijken als we abortus konden plegen. Ik ben geboren op 8 december 1986 uit een huwelijk. En um, het ging niet goed in het huwelijk. En mijn ouders scheiden van elkaar. En mijn ouders zijn toen naar het buitenland gegaan met mijn broer. Mijn vader apart, mijn moeder apart. En ik ben toen achtergebleven. En ik werd gewoon van de ene naar de andere plaats geslingerd, van de ene naar de andere tante. Ik ben ook verkracht geworden. En dat was dus eigenlijk het begin van de ellende, kan je zeggen. En uh, ik groeide op dan. Na twee jaren kwam mijn moeder terug, omdat ik, niet te, omdat ik geen uh, verblijf kon krijgen, kwam ze dan terug. En uh, zo leefde ik dan met mijn moeder en mijn broer alleen. En ik zocht echt naar die liefde. Ik had geen vaderliefde. En ik zocht naar die geborgenheid, maar ik kon het eigenlijk niet krijgen. En um, op 15-jarige leeftijd leerde ik uh, mijn man nu. Toen mijn vriend kennen op een uitstapje op Koolakri. Ik was met een vriendin gegaan met een groep. En hij was toevallig ook in die groep. En we maakten kennis met elkaar. En daar ontstond dan een vriendschapsband. We belden elkaar totdat hij thuis kwam, heeft kennis gemaakt met mijn moeder. En uh, na een paar maanden vroeg hij om een relatie. Ik heb wel een maand of twee nagedacht. En toen, uh, als antwoord, ja gegeven. Dus hij was toen mijn vriend, Annie Roosblad. Ik ben opgegroeid in de kerk. En in feite mag je als niet-getrouwde geen seks voor het huwelijk. Dus ik probeerde me daaraan te houden. Maar hij was niet van de kerk. Hij was nog niet bekeerd. Dus voor hem was het moeilijk. En ik zocht naar liefde. En hij was degene die me op dat moment alle aandacht en liefde gaf. Dus heb ik me maar gegeven aan hem. En um, van het een kwam het ander. Op 17-jarige leeftijd raakte ik zwanger. Ik voelde me gewoon niet goed. Ik zat in de vierde klas, maar ik voelde me gewoon niet lekker in mijn vel. En toen zijn we een test gaan doen bij Stichting Lobby. En wat bleek, ik was zwanger. Mijn hele wereld was op z'n kop. Ik dacht, boy, wat ga ik nu aan mijn moeder en mijn familie vertellen? Wat gaan ze van me denken? En hij ook van, wat moet ik aan mijn ouders zeggen? Dus we hielden het schuil. We zijn toen zelf naar verschillende doktoren gegaan om te kijken als we abortus konden plegen. En de eerste dokter die zei, nee, hij gaat het niet doen, want het is al vier maanden. Toen zijn we naar een andere dokter gegaan. En die zei ook: Nee, ik ga het niet kunnen doen, het is al ver gevorderd. Toen zijn we naar nog een laatste dokter gegaan en die zei: Van, ik kan het wel doen, kom morgen terug. Ik ben toen uit de poli gelopen en ik keek omhoog naar de hemel en ik zei: God, u heeft een plan met dit kind. Ik geloof dat dit een bijzonder kind is, dus ik hou het. En vanaf toen heb ik. Uh, me ben neergelegd dat ik die zwangerschap behoud. Ik ben toen naar huis gegaan en ik heb mijn moeder gelijk verteld van... maar ik moet je wat zeggen, ik ben zwanger. Ik heb het gewoon gegooid en gezegd. En ze, ik, waar ik dacht dat ze keer zou gaan of me verlang zou geven... toen zei ze, ik had een gevoel er, want ik had een steenpuist. Maar ze heeft me met alle liefde ontvangen... Ze zei, het komt goed, maak je niet druk, maar wat ga je doen met de school? Ik zeg, ik denk niet dat ik meer ga, ik me. en zo. Toen is zij de volgende dag naar school gegaan met mijn boeken om uh, me af te schrijven. Het schoolhoofd zei van, let goed op de zo. Maar ik hoorde toen van een vriendin van me dat er een vrouw daar op school was die me vreselijk zwart heeft gemaakt in de klas. Ze heeft de slechtste dingen over me gezegd. Alsof ze mijn leven kende, terwijl ze me niet eens kende. Dus dat heeft me ook echt gepijnigd. En um, mijn familie, van wie ik dacht van dat ze uh, me misschien ook. Een steun in de rug zouden zijn. In het begin waren ze juist heel boos en negatief. Ze hebben mijn moeder ook flink van langs gegeven dat ze een slechte moeder is en hoe ze dit kon toelaten. Dus ik werd van alle kanten negatief bekritiseerd. En dat was heel pijnlijk. Mijn enige hoofdvast op dat moment was mijn moeder en Ernie. En in de meeste gevallen hoor je dat jongens meisjes zwanger maken en ze in de steek laten. Maar hij is vanaf het begin aan mijn zij gebleven tot de dag van vandaag. We zijn nu 14 jaar getrouwd. Dus dat was de eerste zwangerschap. Jair is mijn zoon, mijn enige zoon. Hij is nu 17 jaar oud en echt, hij is Echt een licht voor ons. Hij is echt een zegen voor ons. Na twee jaren, want ik zat in de vierde klas. En um, ik heb die vierde klas niet afgemaakt. Maar gelukkig had ik mijn toelating in de derde milo gehaald. Dus ben ik toen naar het HAVO gegaan. Ik ben het eerste jaar blijven zitten. Tweede jaar ben ik overgegaan. En toen werd ik weer zwanger. En ik dacht van, boy, ik ga niets zeggen. Ik ga gewoon weer naar een dokter. En ik ga deze wel, we, wel weghalen, want uh -uh, het gaat te veel worden. Men gaat weer over me praten. En ik ben naar een dokter gegaan en die dokter zei me van... Uh, ik kan het voor je doen. Ik zet die tabletten voor je. Dan ga je naar huis. En wanneer je begint te bloeden, dan ga je naar uh, eerste hulp. Ik ben weggegaan en ik dacht bij mezelf... Boy, als die dokter me zegt dat ik ga bloeden... Dus hij maakt zich eigenlijk niet druk om mijn gezondheid... Ik kan gewoon doodbloeden. Dus ik dacht nee, ik hou dit kind. En ook die zwangerschap werd ik weer bekritiseerd. Um, maar ik heb die zwangerschap behouden. En dat is mijn tweede kind geworden, Kiara, mijn dochter. En um, uit dit alles heb ik kunnen leren van, je moet niet luisteren naar wat er om je heen gebeurt. Um, ik was in een dip, in een zware periode. Maar ik heb mezelf eruit kunnen trekken. Omdat ik ook goede supporters om me heen had die me hebben gepowerd. En ik dien God. Hij heeft me ook geholpen. Waar ik met niemand anders kon praten, kon ik altijd naar hem toe gaan. En ik geloof dat hij mijn gebeden heeft verhoord. Ik uh, heb mijn havo afgerond. En ben daarna... Um, gaan werken. Ik werkte voor de overheid, maar ik vond het niet zo leuk, gewoon kantoorwerk doen. Ik wilde meer met mensen socializen. Dus ben ik toen op het IOL gegaan en heb ik de studiehandelenadministratie administratie gedaan. En binnen twee jaar heb ik het afgerond. En heb ik gelijk gesolliciteerd. En heb ik toen overplaatsing genomen naar het onderwijs. En ik ben nu vijf jaar leerkracht op een LBO-school. En um, de manier hoe die leerkracht me zo zwart heeft gemaakt, heeft me zo pijn gedaan, dat ik nu als leerkracht zo'n liefde heb voor mijn kinderen. Ik voel wanneer ze met iets zitten en ze, kunnen, ze weten dat ze altijd naar me terecht kunnen om hun nood met me te bespreken. En ik wil aan de tienermoeder zeggen, geef niet op, het is niet het einde. Je kind is een zegen voor je. Je moet nu voor je kind vechten om iets goeds te worden in de maatschappij. Ik werd eigenlijk gezien als de zwarte schaap van de familie. Dat is ook letterlijk gezegd. Er zijn zelfs woorden geuit van, heb je al een pleegouder gezocht voor je kinderen? En dat soort woorden hebben me echt gepenigd. Maar wat ik wil zeggen aan de samenleving is. Vooral in het familieverband. Wanneer er een meisje zwanger is of een jongen heeft een meisje zwanger gemaakt, verstoot dat kind niet omarm er met liefde en help er juist om er bovenop te komen. Net als hoe mijn moeder me heeft omarmd met liefde en me heeft bijgestaan, wil ik ook aan de samenleving zeggen, omarm zo'n dochter, zo'n zoon met liefde, zodat je later ook de vruchten daarvan kan plukken. En aan de samenleving zou ik willen zeggen, zwangerschap. Het hoort niet zo, maar als het eenmaal is gebeurd, kan je er niets aan doen. Je moet er juist het beste van maken. Mijn naam is Tanja Roosblad, nooit meer. Um, ik ben 34 jaar, moeder van vier kinderen en getrouwd met Ernie Roosblad. En ik ben tienermoeder geweest, maar ik ben nu een leerkracht en moeder.